Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Boven Nederland zien we veel bewolking, maar zoals we buiten hebben gemerkt, de bewolking was vaak dun en er kon de zon dan toch nog aardig doorheen schijnen. Alleen in het noordwesten viel vanmiddag even wat regen, maar ook dat trekt geleidelijk weg. Vanavond vanuit het westen brede opklaringen, de temperatuur ligt halverwege de avond rond een graad of veertien. Komende nacht wordt het dan 8 graden en dan is het vrijwel overal helder. Er is dus geen gevaar voor mist en aan de grond gaat het nog niet vriezen. Wel neemt de wind iets af. Morgen hebben we dan schitterend weer. Flinke zonnige periode, een paar stapelwolkjes, maar de zon houdt de overhand. De wind komt uit het westen tot het noordwesten en die voert frisse lucht aan, wordt 14 tot 19 graden. De donderdag begint droog met een paar wolkenvelden in het noorden en verder geregeld zon. De douwtrappers houden het ook droog, maar in de loop van de middag gaat het in het zuiden regenen. Dat regengebied trekt vrijdag via het zuidoosten weer weg, dus het noorden blijft droog. Daar vallen de eerste buien pas zaterdag of zondag ben Michiel Severin van Weerplaza.